5 tips of 5 adviezen voor het maken van betere video's en betere foto's. Let's go! Misschien een beetje gek om achter een boom te gaan zitten, maar ik zit hier wel lekker uit de wind. En dan kunnen jullie me hopelijk wat beter verstaan. Ik was pas bij de Canon Experience Days in Arnhem. En er waren hele interessante workshops. En ik heb er eigenlijk nu 5 dingen uitgehaald, 5 tips. Waar ik zelf mee aan de slag ga. En die wil ik ook graag met jullie delen. Tip 1. Zorg voor een goede voorbereiding. Dit is wat meerdere mensen zeiden bij de Canon Experience Days. Als je op reis gaat om foto's te maken of te filmen, zorg dat je die locatie kent. Zoek hem op Google Maps, Street View. Kijk op YouTube al wat video's van die locatie, zodat je weet wat kan ik daar vinden en wat heb ik nodig om daar mooie beelden te maken. Zodat je de juiste spullen meeneemt en dat je weet wat je daar gaat doen. Zeker als het gaat om video, gaat het er ook om dat je van tevoren weet wat is de boodschap die ik wil brengen, wat ga ik vertellen en welke beelden heb ik daarbij nodig. Als je dat van tevoren weet, kan je veel makkelijker je beelden schieten. En is het ook veel leuker om het uiteindelijk in een video te monteren. Omdat je gewoon weet waar je mee bezig bent. En niet zomaar lukraak wat aan het filmen bent. Over een kleine kanttekening. Het is goed om goed voorbereid te zijn. Maar zorg wel dat je flexibel blijft. Als je onderweg bent naar een mooie locatie. En onderweg zie je ergens ook iets supermoois. Wees niet bang om te stoppen. Zodat je die ook mooi meepakt. Op naar tip 2. Tip 2. Zorg voor verschillende hoeken. Maak foto's en films van een lage beeldhoek, vanaf een hoge hoek. Zoals ik hier nu in de boom heb opgehangen. Dat zorgt ervoor dat je beeld lekker verrassend blijft. De tip was met name belangrijk bij sportfotografie. Dus omdat als je laag zit, of juist heel hoog, dan zorg je ervoor dat je de actie goed in beeld brengt. Dus hang hem hoog op of zet hem laag neer. Oké, tip 3, of advies eigenlijk, is dat je absoluut niet per se de duurste apparatuur hoeft te hebben om mooie foto's of mooie video's te kunnen maken. Het advies wat ik kreeg tijdens een lezing bij de Canon Days is om te kiezen voor een camera die past bij wat je ermee wilt doen. Als je gewoon op reis gaat, kun je prima een kleine camera meenemen, die is makkelijk mee te nemen. En toch mooie foto's maken en uiteindelijk gaat het toch om wat je ermee doet. Je hoeft echt niet die duurste camera te hebben. Tip 4 zoek ik weer even een rustig plekje op. Er stond al heel veel wind aan het water. Een mooie plek om te zitten, maar ik weet niet of het even handig was. Nou, dit bankje. Dat is er wat. Zo, de camera staat. Tijd voor tip nummer 4. Ken je camera? Ik zei al, je hoeft niet de duurste camera te kopen of de duurste lenzen. Wat veel belangrijker is dat je ook je camera kent, dat je alle instellingen kent, dat je weet wat je ermee kan doen. Ga experimenteren met die instellingen van je camera. Ga eens een keer de sluitertijd omhoog of met de diafragma wat spelen. Probeer gewoon wat uit en kijk wat werkt. En wie weet doe je wel weer hele leuke ideeën op. Wat ik zelf heb ervaren tijdens de Canon Days. Ik was bij de workshop concertfotografie. Ja, concertfotografie dat is altijd in een donkere omgeving. Zorg dat je de ISO omhoog gooit. En ik kreeg toch hele mooie foto's. Het is ook een donkere omgeving, dus je moet ergens mee spelen. En toch de ISO omhoog, nou, dat bleek toch heel goed te werken. Nou is het wel een mooi uitzicht, maar volgens mij zien jullie er helemaal niks van. Dus we gaan gauw verder lopen voor tip nummer 5. Oké. Tijd voor tip nummer 5. En dat was een advies waar ik zelf nog wel eens wat moeite mee heb. Maar waarvan ik wel weet dat je het moet doen. En dat advies is eigenlijk gewoon doe je ding. En trek je niet iets aan van andere mensen. Ik bedoel zeker als je zo een beetje aan het vloggen bent. En je toch je camera zo voor je houdt. Dus je gaat toch afvragen ja, wat denken andere mensen ervan. Maar doe dat niet. De meeste mensen interesseert het helemaal niks. Ja, die lopen voorbij en die gaan dan gewoon weer verder met hun eigen ding. Dus ja, en uiteindelijk gaat het om jouw project. Jij bent degene die iets aan het maken is. En dat weer zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk. Als het fotografie, video, vloggen, wat dan ook.
Zorg gewoon dat je, dat je er iets moois van maakt. En wat de rest van denkt tijdens het maken. Ja. Het gaat erom wat ze ervan vinden als het af is. Dat is belangrijk. Deze nog even een bedankje. Richting iedereen waar ik een workshop heb kunnen volgen. Of die een lezing heeft gegeven die ik kon bijwonen. Onder andere Nanne Meijer, vlogger. En Claire Online, reisfotografe. En nog een aantal mensen. Ik zet even linkjes in de omschrijving. Zodat jullie ze ook zelf kunnen bekijken op Instagram en YouTube.